Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Carré Mode. Mijn naam is JiaNan Schraven en vandaag gaan we verder in Valencia, aflevering nummer 28 alweer. Maar heb je die vorige race in Canada gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven in het i'tje, klik erop en dan zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen, abonneer voor meer en schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker 150 abonnees. Laten we pushen naar die 120 abonnees. Dus ben je nieuw, abonneer gewoon voor meer. Valencia is nogal een lastige baan om op te rijden. Er zijn daar wat nauwere delen van het circuit. Het is meer een stratencircuit, dus ja, inhalen wordt lastig. Dus we moeten naar de pole position toe zien te rijden. Of we dat ook gaan kunnen doen, dat zie je zometeen in de kwalificatie. Maar we leiden gewoon dik het coureursklassement met 101 punten verschil naar Fernando Alonso. Dus dat zit wel goed. Barrichello, laatste wedstrijden gaat hij wel lekker. Constant in de punten, jazeker. Zeker, de baas is blij. En dan is het op naar de kwalificatie voor de grote prijs van Valencia. Dan zijn we aanbeland bij de kwalificatie. Een beetje bewolkt weer. Hier in Spanje. Kijken of wij ook naar de pole position kunnen toerijden. De eerste bocht nemen wij wat voorzichtig aan. Vanwege de losse achterkant van de auto. We moeten het dus voorzichtig aan gaan doen. En kijken of dit rondje goed genoeg is voor de pole positie. Zo simpel is het namelijk. We hebben een klein beetje last van Jensen Button. En we schieten hier ook al een beetje door. Gripverlies. Komen wij tegen het einde van onze eerste run. Hebben wij Mark Webber voor ons. En wij laten een 1.44.1 noteren. Voorlopig de pole positie. Webber voorbij gegaan. En gaan er een run achteraan plakken. Button op P2. Die tweede en derde bocht namen wij wat minder. We gooiden onze kansen daar bij de apex. Dicht langs die muur en zijn een tiende langzamer. Hier iets te ver door. Ietsjes te ver doorgeschoten. Dit is een hele irritante knik. En daar spin ik helaas de auto. Gele vlag. En nu kunnen wij weer op pad. Paul, that's Paul. Congratulations, that was a fantastic qualifying session. Hebben we dus de polepositie behaald. Goed gedaan en is het op naar de grote prijs van Valencia voor aflevering nummer 28 van F1 2010 Carré Mode. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij... de pitbox. Starten dus vanaf een P1. Pole position dus behaald. Geen regen verwacht. Goed om te zien. Eén stopper na de harde band in ronde nummer 5 volgens mij. En dan gaan we gewoon beginnen voor F1 2010 Carré Mode. Aflevering nummer 28 hier in Spanje. Valencia. Kijken of wij het WK-stand kunnen uitbreiden. Zou mooi zijn. Fantastic result at the last race. It'd be nice to see another podium here. Anyway, give it your best attempt. Good luck. We beginnen voor de grote prijs van Valencia. Is onderweg, jazeker. En we komen gewoon goed weg. Button is ook goed weg. Alonso wat minder. Hamilton op P4. Wij blokkeren die tweede bocht. De binnenkant is van ons. Kubica naar P4, Button naar 3, Alonso naar P2, doet hij goed, heeft toch een goede start meegemaakt. En we zitten in ronde nummer 2. Barrichello op P21 is wat jammer, moet wat meer naar voren komen. Wij gaan zometeen kijken welke rondetijd wij neerzetten. Het is een beetje bewolkt. Maar er is geen regen voorspeld, gelukkig maar. Alonso was al gelijk 2 seconden sneller, maar die rijdt niet echt naar mij toe. We houden het tempo gewoon hoog en zijn 4,2 seconden sneller. De banden zijn volgens mij op zijn best, zegt de ingenieur. En dan zitten we einde ronde nummer 4 als de pitwindow open is. En we duiken naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. We gaan naar de harde compound. Limiter 5,3 is de pitstop. Fernando Alonso duikt mee naar binnen. Hetzelfde geldt voor Button, die duikt mee naar binnen. Als ik dat goed zeg, weet ik niet zeker. En wij komen weer als leider terug het circuit op in ronde nummer 5. Hamilton gaat door. Hamilton 5 seconden achter mij. En we zitten zometeen in ronde nummer 7 van de wedstrijd. Doen het gewoon goed. Alonso op P3, Button op P4. Wij zijn 33.000ste sneller dan onze vorige beste tijd. We zetten een 1.44.600 neer. Barrichello op P7 gaat, als het zo eindigt, weer punten pakken voor ons. En we zitten alweer in de laatste ronde van de wedstrijd. Er is niet zoveel gebeurd namelijk. Daar komen nog achterblijvers, alleen die gaan wij helaas niet meer lappen. We winnen hier de grote prijs van Valencia in Spanje en is het op naar de volgende wedstrijd. Great drive! Great drive! You dominated the whole weekend. Paul and the race win. Fantastic! Wij winnen hierbij dan dus de grote prijs van Valencia. Fernando Alonso voor het thuispubliek naar het podium. Hamilton op P3, Button 4, Rosberg 5, Schumacher 6. Webber en Vettel stellen, ja, niet teleur. Kwamen van ver, vanaf de grid. Dus dat doen ze goed. Wie is er dan als negende gefinished? Dat is de vraag die ik nog niet kan zien. Dat antwoord, helaas. Het is Vitaly Petrov en Kamui Kobayashi pakt het laatste punt voor BMW Sauber. Mijn teamgenoot helaas 14e. Jammer. Massa stelt teleur. En Kubica stelt teleur. Het is wat het is. Maar we hebben het goed gedaan. Jazeker. You're still top in the Drivers' Championship table. We staan weer gewoon eerst in het coureursklassement met een flinke voorsprong op de nummer 2, Jensen Button. En ja, vanaf De La Rosa nog steeds op 0 punten. Daar iedereen daarachter. Dus het is wat pijnlijk en wij leiden dik het constructeurskampioenschap. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze review afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom jij hem niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Zodat je altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. Reageer wat er verbeterd kan worden op deze video. Volg me even op de social media. @JiaNan Schraven op Instagram, Twitter, Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dit was JiaNan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer!